Goedemiddag allemaal. Welkom bij de Lockdown Lecture. In dit geval de sessie van Koms. We gaan over een minuut of vier beginnen. Want Tom heeft de muziek al aangezet, zoals jullie hebben gehoord. Dus geniet daar nog even van. En over een kleine vier minuten ben ik bij jullie terug. Tot zo. Ja, goedemiddag allemaal. Nou, het muziekje is afgelopen en dat betekent dat we officieel gaan beginnen aan de Lockdown Lecture, de sessie van Tom Kools, Enforcing a Cleaner Architecture Using the Java Module System. Tom heb ik net gezien, althans, heeft zich er helemaal op gekleed met zijn Java Duke t-shirt. Dus volgens mij is hij er helemaal klaar voor. Mijn naam is Guido Hanegraaff. Ik werk nu zo'n 9 jaar voor InfoSupport. En mag deze sessie moderaten, wat inhoudt dat ik hem open en ook weer sluit. Het is niet zo'n gek spannende rol, maar ik ben hier ook om even wat korte huishoudelijke mededelingen te doen.
Eigenlijk belangrijk is jullie natuurlijk in eerste instantie van harte welkom te heten. Voor de mensen die eerdere sessies van InfoSport hebben gevolgd van deze lockdown lecture serie. Die zijn wel bekend met het fenomeen. InfoSport is een bedrijf wat natuurlijk veel consultieopdrachten in het land doet. Maar zeker ook bekend staat denk ik als een organisatie die veel aan kennisoverdracht doet. Nou ja, dat getuigt denk ik ook van deze serie lockdown lectures. Het is leuk om te zien dat de teller nog steeds oploopt van een aantal deelnemers as we speak. En zeker ook in de laatste minuten, zeg maar voor de aanvang van de sessie. Ik had gezegd een paar huishoudelijke mededelingen. Je ziet ze eigenlijk op de slide staan. In ieder geval een aantal is, houd je camera uit. Pas als Tom je eventueel uitnodigt om een vraag toe te lichten, dan zou je ervoor kunnen kiezen om de camera even aan te zetten. In ieder geval om je microfoon van mute stand af te halen. Stel je vraag inderdaad in de chat. Door te beginnen inderdaad met het woord vraag, dubbele punt, en dan je vraag daarin te stellen. Iedereen die, zoals jullie hebben gezien, als het goed is in de bevestigingsmail, krijgen alle deelnemers een tegoedbon. Voor de Belgische deelnemers ligt het iets anders, maar die krijgen ook inderdaad de mogelijkheid voor het bestellen van een diner. En dat betekent alleen wel dat we natuurlijk moeten kunnen checken of jullie naam ook overeenkomt, hè, zoals jullie hier in de chat hebben staan, met de naam zoals jullie hebben opgegeven tijdens het inschrijven voor deze lecture. Dus zorg ervoor, dat is eigenlijk de oproep, dat je naam zoals in de chat overeenkomt met de naam zoals je hebt ingeschreven. In principe is het zo dat we achteraf inderdaad die tegoedbon zeg maar naar je toesturen. Wat ik nog wil benadrukken is dat de sessie wordt opgenomen. Dat doen we natuurlijk om meerdere doeleinden. Ook om de sessie voor mensen die naderhand hem hebben gemist. Voor de mensen die hem hebben gemist, zij hem naderhand nog kunnen bekijken. Zeker ook voor de spreker zelf, als die behoefte heeft om toch nog eens terug te kijken. Tot zover eigenlijk mijn aftrap. Ik geef het woord graag aan Tom en kom straks aan het eind van de sessie weer bij jullie terug. En ik wens jullie een hele inspiratievolle lecture toe. Aan jou. Right. Goedemiddag, kunnen jullie mij horen? Ik hoor mezelf al bij Giro, dus ik ga vragen dat Giro zichzelf mute. Dat helpt al. Ik ga even een transitietje doen. Wauw, kijk, hier ben ik. Oké, ik zal mezelf even kort voorstellen. Goedemiddag allemaal. Next slide. Voilà. Goedemiddag, mijn naam is Tom Kools. Ik ben een software developer / consultant / engineer, hoe je de term ook wil noemen, voor InfoSupport België. Dat wil zeggen dat ik voornamelijk in België werk. In Mechelen is dat dan. En ik zit thuis, zoals iedereen. Ik zit thuis in mijn lekker nerdhoekje, omdat dat de enige plaats is waar mijn vrouw nog een beetje andere dingen kan doen in het huishouden of zo. Of gewoon vrije tijd. Maakt niet uit. Maar ik kom ondertussen 7 jaar bij InfoSport. Eerst een halfjaartje als stagiair, dan blijven hangen en eigenlijk nooit meer weggegaan. Ik heb daarvan, als je bij InfoSport België in dienst komt, heb je sowieso de keuze om 1 jaar naar Nederland te gaan werken. Dat heb ik ook gedaan. Heb ik in het prachtige Amsterdam mogen gaan werken voor een groot project. En sindsdien heb ik een beetje overal gezeten. Ik heb ook al in Amersfoort gezeten. Ik heb voor de ING gewerkt. Voor Translink van de OV-chipkaarten. ING in België ook. En een paar verschillende projecten gedaan. Misschien even om het publiek te peilen. Want ik zie dat jullie met 67 zijn. Waarvoor welkom allemaal te komen. Maar waar komen jullie eigenlijk allemaal vandaan? Dus typ gewoon maar in de chat waar je vandaan komt. Ik ben eigenlijk heel benieuwd wie dat er allemaal aanwezig is. En waar dat jullie allemaal zijn. Ik moet wel zelf een nieuwe message scrollen. Nederland, Utrecht, Zeeland, Gouda, Enschede. Mooi. Ik zie toch alleen maar Nederland. Echt niemand uit België. Misschien niet genoeg promotie gemaakt zelf dan. Cool. Ik ben echt blij dat jullie er allemaal zijn. Om mij toch een beetje Nederlander te voelen vandaag, heb ik toch een mooie t-shirt aan. Weet er iemand toevallig van welke Java usergroep dit is? Een mooie t-shirt. Ja, het is de Dom van Utrecht en Eljug, inderdaad. Als je daar een keertje spreekt, dan krijg je vaak zo'n t-shirtje van hen. Heel toffe jongens. Kan ik zeker aanraden om eens langs te gaan als je dat nog niet gedaan hebt. Misschien nog een tweede vraag. Wie van jullie kent al het Java modulesysteem? En dan bedoel ik kennen als in
het goed kennen en het ook kunnen toepassen en niet ooit al iets van gehoord. Nee, ook niet van gehoord. Mensen die het wel kennen? Nee, nee. Allemaal nee. Oké, dat gaat een hele heftige sessie worden, denk ik. Dit zijn de Advanced Lockdown Lectures, dus ik heb de lat wel een heel stuk hoger gelegd dan de vorige sessie die ik gegeven heb. En het is ook iets drogere materie, maar ik ga mijn best doen om het toch zo interessant mogelijk voor jullie te maken. Dus ik ga even mijn slides op vol scherm zetten. Of toch met mijn mini-cameraatje. Hoppa. Zo, nou ja, we gaan beginnen. Als we een computersysteem maken, hebben we het soms over de architectuur van dat systeem. Het is een beetje een kromme vergelijking, maar ik ga hem nu toch maken om het wat simpel te houden. Je kan het een beetje vergelijken als met een architect van een huis. Die tekent ook eerst een plannetje van waar de alle kamers liggen en hoe dat die kamers in elkaar overlopen en zo. En zo is dat eigenlijk hetzelfde voor softwarearchitectuur. Je hebt eigenlijk allemaal verschillende kleine onderdelen die één groot geheel gaan vormen. Maar dan is de vraag eigenlijk, wat is nu een goede architectuur? Bij een huis is dat redelijk gemakkelijk in te schatten, denk ik dan, als je er iets van kent. Je merkt, ik ken niks van huizen bouwen, ik huur nog altijd. Dus, maar software, daar ken ik wel iets van. En ik heb al heel vaak software gewoon totaal als een... Kennen jullie het verhaal van de drie biggetjes? Je hebt zo een huis uit steen, een huis uit stro en een huis uit nog iets anders. Heel vaak heb ik al computersystemen gezien die zo uit stro of uit hout of zo gemaakt zijn. En dat is niet echt goed op langere termijn. Wat is nu goede architectuur? Kunnen jullie ooit al van Robert C. Martin gehoord hebben? Dat is die wordt ook wel eens Uncle Bob genoemd. En die heeft het boek Clean Code geschreven. Clean Code is trouwens waarschijnlijk het beste boek dat je kan aanraden als beginnende developer als je mooie code wil schrijven die onderhoudbaar is. Maar wat Robert C. Martin zegt over een goede architectuur is, die laat het toe om alle belangrijke beslissingen uit te stellen naar een later moment. En dat voelt heel vreemd, vooral als student. Want de eerste dingen waar je als student meestal aan gaat willen denken is, oh ja, wat heb ik nodig? Oh, ik ga waarschijnlijk een database nodig hebben. Ja. En ik ga dat doen met Spring. Maar eigenlijk, een goede architectuur laat toe om al die beslissingen, welke database, hoe ga ik naar mijn gebruikers communiceren, is dat via een webapp, is dat via een mobiele telefoon, maakt niet uit. Een goede architectuur laat toe om dat soort beslissingen eigenlijk nog uit te stellen en later pas te bekijken. Eigenlijk zegt hij, alles is een detail. Alles in het systeem is een detail. De database is een detail. De REST API is een detail. Property files zijn een detail. Eigenlijk is alles een detail, behalve de business logica. Want de business logica gaat altijd hetzelfde blijven. Als je nu bijvoorbeeld... hier in Antwerpen hebben wij huurfietsjes. Huurfietsjes, dan heb je een kaartje, je moet je inchecken. Dan komt er een fietsje los, kan je meepakken. En dan moet je dat ergens anders terug gaan wegzetten. Het systeem daarvoor... De frontend ervoor maakt eigenlijk weinig uit, zolang dat ik maar een fietsje kan hebben. Of dat dan nu mijn app is, of een kaartje en een paaltje, maakt me eigenlijk niet uit. Die business logica is eigenlijk altijd hetzelfde en alles er rond is maar een detail. Wat gebeurt er nu als je je architectuur te hard focust op frameworks en hoe dat je het gaat doen? Als je dan later op een andere manier hetzelfde stukje business logica wil, namelijk ik wil nog altijd een fiets kunnen nemen, maar deze keer met mijn gsm, dan zou het wel eens kunnen zijn dat je heel veel developmentwerk opnieuw gaat moeten doen. Want het systeem is niet gebouwd met in het achterhoofd dat de businesslogica het centrale punt is van je architectuur. Je hebt verschillende manieren om een mooie architectuur op te bouwen. Ik heb eigenlijk de iets light variant ervan genomen. Dat is hexagonal architecture. Bestaat al sinds 2005. En wat hebben ze daarover geschreven? Laat toe om een applicatie zowel aan te sturen door users, door programma's, door geautomatiseerde testen, door batchscript. En je moet eigenlijk elk stukje in isolatie kunnen runnen. Dus hoe ziet dat er dan eigenlijk uit? Dat werkt met drie principes. Er zijn drie principes die je voor hexagonal architecture moet weten.
expliciet uw applicatie, uw domein en uw infrastructuur opsplitsen is het eerste. Dat ziet er dan zo uit. Hier, ik weet niet wie Koen is, maar die moet blijkbaar goed opletten. Dus goed opletten, Koen. Het domein hier in het midden, dat zijn de businessregels. Dus het domein gaat altijd hetzelfde blijven. Het maakt niet uit op welke manier, op welke database dat je gebruikt. Het maakt niet uit of dat je dat nu via een frontend gebruikt of via een mobile app of via een REST API. Je domein gaat altijd hetzelfde blijven. Want dat is waar het businesslogica zit. Ik check in met een kaartje, er wordt ergens geregistreerd, gebruiker heeft zich aangemeld of gebruiker wil een fiets. Het systeem gaat er ratelen en ergens wil ik een fietsje kunnen pakken en dan moet ergens gelogd worden. Aan de linkerkant zie je de applicatie. En dat is eigenlijk de, ja, je kunt een beetje de frontend noemen, maar dat is eigenlijk wat je aan je gebruikers gaat tonen. De applicatie kan zijn een webapplicatie, een mobiele app. Kan evengoed een paaltje zijn waar je gewoon mijn kaartje moet inchecken, dan is dat je applicatie. Dus dat zet je expliciet opzij van je domein. Je wil je businesslogica niet koppelen aan wat voor een applicatie dat je aan het maken bent. Aan de andere kant, dat is hier, ik zal misschien een lampje gebruiken. Ik heb hier zo'n mooi lampje. Pop. Zo. Aan de andere kant zie je hier de infrastructuur. En dat is alles waar ons domein van afhankelijk is. Als uw domein afhankelijk is van, ja, ik heb ergens iets nodig om de users in op te slagen, de gebruikers van ons systeem, eigenlijk maakt het niet zo heel hard uit wat voor een database dat is. Het kan zelfs gewoon in files zijn, kan gewoon een array list zijn die je in memory bijhoudt. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit voor uw domein. En door die dingen los te koppelen, zie je eigenlijk dat uw domein het middenste van uw applicatie wordt. Echt het belangrijkste stuk zit knal in het midden van uw applicatie. En al de rest hangt er rond en kan je gemakkelijk uitwisselen. Waarom doe je dat nu? Businesslogica wordt afgescheiden van alle details er rond. Want die database maakt niet uit. De frontend maakt eigenlijk niet veel uit. Want uw businesslogica gaat hetzelfde blijven. Businesslogica is letterlijk in het centrum van uw architectuur, als je het plaatje tekent. En je kan dat ook gemakkelijk testen, want je kan eigenlijk perfect, in plaats van een applicatie te maken met een domein en infrastructuur, zou je eigenlijk een in-memory infrastructuur component hier kunnen aanhangen. Of zelfs geen echte applicatie, maar gewoon een testapplicatie die dan je domein gaat testen. Dus deze opsplitsing maken zorgt eigenlijk voor een beter testbaar systeem. En testen is gewoon super belangrijk. Wat is nu het tweede principe? Als er vragen zijn over die principes trouwens, mag je die gewoon in de chat dumpen. Ik zal mijn best doen om op vragen te antwoorden. Die met dit te maken hebben trouwens. Het tweede principe is de isolate boundaries by using interfaces. Zoals je eigenlijk zag, ik zal even teruggaan naar het vorige. Zoals je eigenlijk zegt, heb je hier een aantal plaatsen waar dat die andere componenten, dus de applicatie tegen je domein praat en je infrastructuur tegen je domein praat. Maar je wilt eigenlijk niet dat mensen, dat gebruikers van je domein weten hoe dat je domein werkt. Die hoeven dat niet te weten. Hetgeen wat jij ze moet geven is een goede interface. Ik hoop dat jullie het verschil tussen interfaces en gewone classes al gezien hebben. En dat een van de goede principes is program to an interface, not an implementation. Als dat niet zo is, dan kan ik dat kort nog wel even uitleggen hoor. Dat is wel even tricky. Maar het idee is dus dat uw domein kent twee soorten interfaces. Namelijk een primaire interface hier, met een primaire adapter en een secundaire. En dat wordt uitgelegd op de volgende pagina. De primaire adapters, dus die komen van de applicatie naar uw domein. Daar heb je eigenlijk interactie tussen applicatie en domein. En die implementatie zit eigenlijk in het domein. Waarvoor dient dat nu? Je ziet hier een lijn, dus een kruising van uw applicatie naar uw domein. Eigenlijk wil je zo weinig mogelijk vlakken hebben waar dat er kan interactie optreden. Je wil dat uw domein duidelijk stelt at user. Je wil niet dat uw applicatie via een andere weg ook een gebruiker kan maken. Want dan kan het zijn dat je heel rare conflicten krijgt.
Die wil er dus voor zorgen dat je eigenlijk een interface hebt en alleen die interfaces mogen gebruikt worden in de andere componenten. Aan de andere kant, stel ik heb hier een domein en ik moet een user in een database opslaan. Maar wat er gezegd, eigenlijk willen we niet weten op welke manier dat een gebruiker wordt opgeslagen. Dus wat gaan we dan doen? We gaan een port maken, dit is een interface. En dan hebben we een infrastructuurcomponent die die interface implementeert. Ik heb straks allemaal codevoorbeelden, dus het is heel eventjes theorie en straks gaan we kijken hoe dat er in code dan uitziet. Wat wil dat nu zeggen? Dat eigenlijk onze businesslogica, ons domein, moet niet weten hoe de infrastructuur exact werkt. Dit kan een hardcoded user repository zijn, het kan een file user repository zijn, dus dat de gebruikers in een file worden opgeslagen. Het kan zijn dat het in de cloud ergens wordt opgeslagen. Eigenlijk maakt dat voor ons domein niet uit, zolang dat de infrastructuuradapter maar de interface implementeert. Dat zijn dan de secondary, die implementeren een interface. En dat is de interactie tussen uw domein en uw infrastructuur. Derde principe, en dat is heel tegenstrijdig met hoe ik het zelf op school heb geleerd, dus waarschijnlijk jullie ook. Heel vaak zie je een drie-tier applicatie. Je hebt een UI, die spreekt een service aan en die spreekt een database aan. Zo drie-tier. Ik denk dat de meeste van jullie dat wel op school gezien hebben. Maar eigenlijk als je kijkt naar hoe dat een mooie architectuur eruit ziet, een meer flexibele architectuur, en mooi en clean, bedoel ik eigenlijk hetzelfde mee, het vertaalt niet lekker, dus ik kan misschien gewoon clean gebruiken. Een clean architectuur, waar je gemakkelijk componenten kan uitwisselen, daar zie je wel dat je nog altijd van de applicatie naar het domein gaat. Dat klopt nog. Maar dan zie je dat het domein of de service niet naar de infrastructuur gaat, maar dat de dependency eigenlijk andersom ligt. Het domein hoeft niet te weten hoe dat de infrastructuur werkt, maar de infrastructuur moet wel weten wat voor iets ga ik nu voor dat domein aanleveren. Dus dat is iets andere kronkel, maar dat zorgt er wel voor dat ons systeem veel testbaarder wordt. Dat principe van ik heb een interface, maar ik heb er geen implementatie voor, noemen we inversion of control. Het is niet volledig MVC-principe, to be honest. Misschien dat straks bij de codevoorbeelden iets duidelijker wordt. Maar je hebt inversion of control hier, namelijk het domein kent alleen maar een interface en die roept, geef mij ergens een implementatie, ga maar zoeken. Hoe dat zoeken in elkaar zit, ga ik direct in de code laten zien. Aan de andere kant hadden we gezegd, we hebben een interface, ook van applicatie naar domein. En applicatie naar domein, daar gebruik je een interface eigenlijk om de coupling surface te beperken. Dat wil zeggen, als de applicatie alleen maar met domein mag praten via een interface, beperk je eigenlijk wat die applicatie weet van het domein en kan die ook geen gekke dingen gaan doen. Dus daarvoor gebruiken we de twee interfaces. Even gaan vragen kijken, dit klinkt een beetje als een headless applicatie. Headless, je kan eigenlijk een soort van scriptje, dus sort of headless, zou je eigenlijk in die applicatie component hier kunnen maken. Dit kan perfect een batch script zijn of whatever die het domein rechtstreeks aanroept. Dus omdat je het zo gemakkelijk maakt via een interface, kan eender welke applicatie gemakkelijk op het domein acties gaan doen. Maar ja, blijkt dat dit in standaard Java nu wel moeilijk te doen is allemaal. En we gaan er eens even naar kijken van wat is nu het probleem met Java en welke dingen missen er om dat soort architectuur te kunnen bouwen. Die inversion of control, namelijk een interface hebben en zeggen geef me daar een implementatie van. Dat bestaat eigenlijk in Java wel met de service loader, de old school service loader. Maar ja, die is niet zo mooi in elkaar om het zacht te zeggen. Of die was toch niet heel handig in gebruik. En het hele inversion of control principe, ik heb een interface, geef mij er een implementatie voor, is eigenlijk de reden waarom dat Spring origineel zo populair is geworden. Want Spring deed dat heel goed. Aan Spring kan je zeggen, add AutoWire, een interface, en Spring zorgt er dan voor dat jij een implementatie ervan krijgt. Dus in standaard Java, geen inversion of control echt mogelijk. Nu, die limiting decoupling service,
Dat gaat nu ook al. Je kan beperken wat dat andere klassen van jou kunnen gebruiken. Namelijk, je hebt public, je hebt private en je hebt package private. Zijn er mensen die niet weten wat package private is? Ik wil gewoon eerlijk zeggen hoor, ik wist het ook heel lang niet. Wel even drinken terwijl er misschien iemand antwoordt. Ja, er zijn een aantal mensen die het niet weten. Dat is prima, ik wist het ook heel lang niet. Namelijk als je op een klasse, we doen meestal public class of private class. Protected ben ik eigenlijk vergeten, maar die hoort eigenlijk niet bij de access modifiers dat een coupling service gaan limiteren. Dus ik ga het even op deze drie houden, maar protected kom ik straks misschien nog wel terug dan. Maar package private is wat er gebeurt als je geen access modifier zet. Dus als je niet private klasse bla 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 noemt, maar als je gewoon zegt class user interface of user repository, dan is die package private en kan die alleen binnen die package gebruikt worden. Nu, public is eigenlijk te open. Dat wil zeggen, als een klasse public is, kan iedereen er zomaar aan. Dat wil je misschien niet altijd. Private is dan weer te beperkend, want dan kan niemand eraan. En package private is heel ongewoon om veel te zien. Als je in grotere codebases komt, dan is eigenlijk een hele discussie of dat je het Java modulosysteem moet gebruiken of dat je gewoon package private moet gebruiken. Maar daarvoor ga ik deze presentatie niet te diep op ingaan, want dan gaan we echt down a rabbit hole. Ik heb daar een Twitch stream van 2 uur over gekeken vorige week. Mijn hoofd daar zult er nog een beetje van, dus we gaan gewoon even hierop focussen. Dus je hebt verschillende access modifiers. En wat er ook vaak gebeurt, is dat mensen verschillende, bijvoorbeeld Maven modules gaan gebruiken, verschillende jars gaan maken. Namelijk, ze maken een interface jar. Andere mensen zijn afhankelijk van die interface jar en je hebt dan nog een implementatie jar. Dus dat je eigenlijk echt aparte jars in je codebase gaat maken, dus echt aparte moduletjes in je codebase gaat voorzien voor de interface en de implementatie. Dat heb ik zelf altijd raar gevonden, want je bent een implementatie aan het maken voor een interface, dus om die heel hard los te trekken, voelt gewoon wat raar voor mij. Goed, maar aangezien er veel mensen niet wisten of nog nooit bezig geweest zijn met het Java modulosysteem, geen ramp. Ik heb een survey gedaan op Twitter en ik denk dat maar 7% van de mensen tot nu toe aan het gebruiken zijn. Dus ik denk dat er zijn twee redenen waarom er weinig mensen nu aan het gebruiken zijn. 1. Het Java modulosysteem is maar geïntroduceerd in Java 9. Heel veel producten en teams zitten nog vast op Java 8. Dus ja, dat is al een heel grote reden om het niet te gebruiken. Andere reden is omdat er heel veel negatief nieuws was over het Java modulosysteem, want het Java modulosysteem heeft wel een aantal dingen echt stuk gemaakt. Als je er niet heel goed van weet hoe het in elkaar zit. En zelfs dan nog waren er dingen die niet zo vlotjes werkten. Maar we gaan toch eens kijken wat is het nu en hoe kunnen we het nu gaan gebruiken. Want Java zat eigenlijk een beetje dik in de knoop. Java 8 had 1 grote package, de runtime rt.jar file. Je kan hem in je installatiemap ergens gaan zoeken. En daar zat eigenlijk alle klassen in van Java. De stringklassen, objectklassen, superveel. Zat allemaal in 1 grote jar file. 1 grote dependency. En ja, wat gebeurt er als je jaren en jaren blijft developen op hetzelfde stukje? Ja, dan maak je gewoon een enorme knoeiboel van allemaal klassen die naar elkaar wijzen. Eigenlijk zo'n beetje spaghetti code. Ik heb de foto niet meer gevonden, maar ik weet nog dat op DevOps een van de architecten van Java zo'n heel mooie plaat had laten zien. En met mooi bedoel ik, ik kreeg er honger van, want het zag eruit als spaghetti. Dus, maar er was dus eigenlijk geen overzicht meer van welk onderdeeltje van Java is nu afhankelijk van een ander onderdeel. En Java heeft altijd beloofd, wij zijn backwards compatible. Als wij een nieuwe versie maken, die versie gaat altijd werken met een vorige versie. En dan proberen ze nieuwe features erin te duwen en dan merk je steeds meer, oh, dit werkt niet. We moeten een echt lelijke hack doen om nog backwards compatible te blijven. Dus wat hebben ze eigenlijk vanaf Java 9 gezegd? Weet je, we gaan elke release een kleine breaking change doen.
altijd een klein beetje veranderen, zodat we op zijn minst kunnen blijven innoveren, want anders stopt het ook op een bepaald moment. Maar die backwards compatibility is best wel een gekke belofte als je erover nadenkt. Dus die hebben, Java bestaat 25 jaar nu, die hebben ooit geroepen, wij gaan altijd backwards compatible blijven, dus elke nieuwe versie dat wij maken, werkt nog, je code werkt op die nieuwe versie, voor 25 jaar. Dus dat is waanzin voor mij. En backwards compatibility is echt iets heel tricky, want bijvoorbeeld dit, als er iemand deze klasse gebruikt, hè, dus die importie, die gebruikt zelf de WebSocket implementation, moet dit backwards compatible blijven? Dat is een vraag voor jullie. Als jullie deze code zien, dus gewoon het import statement, niet de code zelf, want dat is eigenlijk niet relevant, moet dit nog backwards compatible blijven? Want dit is zijn klasse uit het Java framework, dus uit de JDK zelf. Als er een nieuwe versie komt, moet dit backwards compatible blijven. Ik ben heel benieuwd wat jullie gaan antwoorden nu. Kijk, ik vind de antwoorden al fantastisch, want het somt exact op wat de verschillende meningen waren in de Java-community. Een heel deel riep van ja, want er zijn mensen die het gebruiken. Andere mensen riepen nee, want hier staat internal, dus die hadden nooit gebruikt mogen worden. Dus dat is wel een lastig probleem om te hebben, want eigenlijk miste de Java-taal iets. Je hebt publieke methodes, private methodes, protected methodes, package private methodes. Je hebt publieke klassen, private klassen, package private klassen en protected klassen. Wat heb je niet? Public jar files of public modules. Eigenlijk, je hebt ook geen private modules of jar files. Dat wil zeggen dat alles in een jar file, als de klasse publiek is, dan kan je eraan. Ze hebben geprobeerd met we zullen het jdk.internal noemen en dan zal niemand het gaan gebruiken. Er is zelfs een klasse die letterlijk unsafe noemt, met het idee, mensen gaan een unsafe klasse niet gebruiken. En dat wordt nu gebruikt door bijna elk framework. Dus er mist iets in de Java-taal om dit probleem op te lossen. Dus eigenlijk wat blijkt, public is een beetje te publiek, maar private is ook te restrictief, want we willen wel dat de JDK zelf aan zijn eigen publieke klasse kan. Dus binnen de Java-JDK wil je eigenlijk aan alle publieke klassen kunnen, maar daarbuiten wil je het eigenlijk beperken. Wat hebben ze toen gedaan? Ze hebben toen een hele grote refactoring gedaan in Java. En zo zijn we met een nieuw concept gekomen, namelijk modules. Dus verschillende packages kan je in modules duwen. En per module kan je zeggen, deze packages wil ik wel exporten en andere wil ik niet exporten. Dus we hebben mooie refactors. Je ziet hier dat uiteindelijk alles, alle modules die in de Java JDK nu zitten, dat die eigenlijk allemaal afhankelijk zijn van Java Base. En wat zit er in Java Base? Dat is de stringklasse, de objectklasse. En nog zo'n paar essentiële dingen die anders toch niet zouden werken. En je kan dat eigenlijk zelf zien. Misschien even met sim. Wow. Java list modules. Zo. Dus ik heb nu Java list modules gedaan. En dan zie je alle Java modules dat er in mijn Java installatie op dit moment beschikbaar zijn. Dus ze hadden een heel systeem uitgewerkt nu dat ze hun codebase, dus één grote jar, hebben opgesplitst in kleinere jars en daar een module systeem van gemaakt dat alleen bepaalde jars andere jars konden uitlezen. En jars is eigenlijk nu een module geworden als je het module systeem gebruikt. Nu, wat is een module? Dat is een combinatie van code en data. Heeft een naam. Een module kan andere modules requireren.
Bijvoorbeeld, als ik zelf een module maak, ga ik de base module nodig hebben om de string en objectklasse te kunnen hebben. En ik een module zelf kan packages exporten. En dat staat in de module Java info. Wat dat veel te veel informatie is om op een slide te zetten. Dus we gaan de code, wat ik ook gewoon veel leuker vind. Zo, ik ga hier een nieuwe Java-klasse, een nieuwe stukje code maken. Ik kan een beetje inzoomen, want ik weet dat het klein is. En ik hoop dat het een beetje leesbaar is. Dit stukje hoeft niet leesbaar te zijn hoor. Handig. Best performance. Valt toch een beetje tegen dat te zien. En ik ga het onze domeinmodule noemen. Want ik ga eerst die binnenste kern, waar ik het er straks over had, die clean architecture. Ik ga eerst die binnenste kern even proberen bouwen. Zo. En wat gaan we bouwen vandaag? Ik maak hier een nieuwe package. Ik noem die even domein. Wat gaan we bouwen vandaag? Ik ben een Belg, dus we gaan het hebben over bier vandaag. Zo. Alright. En ik ga nog een tweede module maken. En dat gaat onze applicatie worden dan. Alright, ik ga hier ook een objectje maken. En een nieuwe package. Ik zal even entity noemen. New class. Beer. En een beer heeft even simpel gezegd string naam en private double price. Genereer wel even. Nee, geen zin in. Nou toch. Voilà. Constructors. Ja, ik zie daar de vraag van Tijmen. In het begin zei je dat modules pas met Java 9 gebruikt kunnen worden. Wij gebruiken ze al met Java 8, kan dat kloppen? De woord module wordt voor 3 verschillende dingen gebruikt in het project dat ik nu aan het maken ben. Je hebt een IntelliJ module, die dat eigenlijk niet zichtbaar is, maar achterliggend werkt. Ik ben nu Maven modules aan het maken. Maven is nog eigenlijk een dependency framework om jars van het internet binnen te halen. Wat ik straks ga laten zien zijn de Java modules, die wel ook at runtime gecheckt worden. Dus gebruik je modules met Java 8? Ja, maar dat zullen dan waarschijnlijk alleen Maven modules zijn en geen Java modules. Zo, ik heb hier een beer bar gemaakt. Ik ga hier even een publieke methode maken. Public list beer. Beer list. En ik ga er ook even een helper voor maken. Mag ik daar even. Ja. Sorry hoor, mijn laptop is enorm traag terwijl ik aan het streamen ben. Ik weet ook niet waarom. Een bierrepos-helper. En die maak ik gewoon even static, want dat is eigenlijk een weggooien klasse om even snel een lijst van bieren te maken. Zonder dat ik dat in de bierbar zelf moet doen. Get a fake list. Alright. List off. Biertje maken. Heineken.
zullen het geven wat het waard is. En dan new peer. Ik weet niet wat een hertog Jan kost. Is dat niet 3 euro of zoiets? Nou, maakt op zich voor de opdracht niet uit. Dus ik ga het even zo laten. Wat ik nu ga doen is hier. Jezus, dit ding is echt niet uit te branden vandaag. Ik heb die peer repository helper. Die ga even hier de fake list teruggeven. Dat kan ik straks vervangen met een betere klasse. Zo. En dan zijn we er. Dus dit is mijn domein. Dat is het binnenste stukje waar mijn business logica gaat zitten. Daar ga ik later kunnen toevoegen om een biertje te bestellen. Als bierbar zelf een bestelling doen bij de brouwerij enzovoort. Maar dat, we gaan eigenlijk een beetje simpel beginnen. En we hebben daar een applicatie voor nodig. En om het echt simpel te houden, ga ik daar nu een simpele console-applicatie van maken. We kunnen die dan later nog uitbreiden, want als we ons clean architecture concept goed doen, wil dat zeggen dat we eigenlijk geen problemen hebben om later een andere applicatielaag ervoor te maken. Console, beer bar. SVM. New beer bar. In Maven dan zeggen, hey, ik wil een dependency op. Voor de mensen die Maven niet kennen, wat ik nu ga doen, is in mijn pomp-file, dat is een soort XML-file, zeggen, ik wil dat de applicatielaag een afhankelijkheid heeft op mijn domeinlaag. Dus dat zit in be.tomcalls, geloof ik. En dat is het verkeerde. Afhankelijk van het domein. Klopt die hier niet? Jawel, 1.0 snapshot. Aha, 1.0. Dan moet ik Maven even laten rommelen. Die gaan nu pakketje maken. Zijn de klasse die ik al heb gemaakt in een jarfile steken, die dan door andere Maven modules kan gebruikt worden. En dan zegt hij dat hij hem niet kan vinden, natuurlijk. Waarom kan je die nu niet vinden? Omdat ik verkeerde groep nam. Dat was stupid. Oké. Dus zo'n Maven module, als je een jar dependency legt op iets anders, heb je altijd een groepnaam en een artefactnaam en dan een bepaalde versie. En ik had mijn groepnaam verkeerd. Dus hij was totaal verkeerd naar die jar aan het zoeken. Kan gebeuren. Dus dan zouden we nu wel aan onze peer bar moeten kunnen. Ja, maar die heb ik al. Dus af en toe moet ik in IntelliJ nog een re-import doen. Ja, doe inderdaad autocomplete met control spatie en alt enter en zo, maar ik weet niet wat er aan de hand is, mijn IntelliJ is echt super traag. Anywho,
Wat ga ik doen? Ik ga van mijn bar de bierlijst ophalen. En ik ga even een streampje gebruiken. Dat is de streaming API voor lijsten in Java. Wat ga ik eigenlijk doen? Ja, nee, streaming is overdreven. Maar gewoon for each gebruiken. Iterate. Zo. Elk biertje ga ik gewoon even... beeld.net geprogrammeerd. Bier.getName doen. Plus... even een lelijke stringconcatenatie, maar het zij zo. En als dat als goed gaat, als ik nu dit run... bam, 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 bam. Ja, het is terug aan het bouwen. Ik ga heel eventjes een paar dingen uitzetten. Ik ga even mijn scherm stoppen met delen. Ik ben direct terug hoor. In de hoop dat het dan iets vlotter gaat. Alright. Als het goed is, zouden jullie mijn scherm nu terug moeten zien. En ik heb niet vals gespeeld terwijl ik het scherm even wisselde. Het werkt inderdaad. Hier. Dus ik kan nu vanuit mijn applicatie naar mijn domein gaan en die beeldlijst gaan halen. Wat ik daar straks zei, de jar files, dus zo een Maven module maakt eigenlijk ook een jar file. Eigenlijk kan ik nu iets anders doen, wat dan niet de bedoeling is. Vergelijkbaar met die internal. Ik kan nu eigenlijk zeggen, in plaats van beerbar get beer list, kan ik daar eigenlijk al rondwerken. Want ik heb ook die beer repository helper hier ineens. En ik kan eigenlijk rechtstreeks iets aanroepen, wat eigenlijk niet de bedoeling is dat ik daar aan kan. Zie je? Ik kan hier aan die fake list eigenlijk exact hetzelfde doen. Ik heb die bar zelfs niet nodig. Hoppa. En je ziet, dat werkt ook. Hoe komt dat nu? Omdat ik heb een domein gemaakt, maar ik heb mijn coupling service niet goed afgesteld. Namelijk, mensen kunnen zomaar aan alles in die jar dat publiek staat. En omdat helper hier publiek staat, ook al is dit een klasse dat we eigenlijk niet willen dat andere mensen gebruiken, kunnen ze daaraan. Nu, hetzelfde kan ook als ik hier public void some method dit hier zet. Het kan zijn dat ik die methode eigenlijk niet wil naar de buitenwereld laten zien. Maar omdat ik nu hier nieuw beerbar heb, kan ik toch aan die some method aan. Ook al is dat buiten mijn domeinmodule. Ik ga die gewoon even laten staan. Hoe kunnen we dat eerste nu al oplossen? Hoe kunnen we er nu voor zorgen dat alleen dit beschikbaar is? Dat is door een interface te gebruiken. Maar we gaan eerst nog een klein sidestepje doen. We gaan er namelijk eerst voor zorgen dat die interne klasse hier, dat die niet bruikbaar is. Want eigenlijk wil je niet dat die in de buitenwereld zichtbaar is. Wat kunnen we daarvoor doen? We kunnen daar namelijk die Java modules voor activeren. Dat is met die module info.java files. Maak hier een module, die noemt domein. Zo, iets groter. En hier kan je expliciet in aangeven welke packages dat je wel naar de buitenwereld wilt exposen. Dus ik ga dat nu hier aan de andere kant ook even doen. Ik ga hier ook een module maken. En dan ga je direct zien dat er van alle warnings gaan naar boven komen. Ineens zegt mijn compiler, oh, dit kan allemaal niet. En het staat er een beetje in het klein, maar ik zal het voorlezen. Package domain is declared in module domain, which does not export it to application. Dus dat wil zeggen dat ik heb hier een module gemaakt, maar die exporteert niks. Dus eigenlijk is die module volledig afgesloten. Dus zelfs publieke classes kunnen niet gebruikt worden buiten deze module. Hoe kunnen we dat oplossen? Door een export statement toe te voegen. En te zeggen, wel, de package domain, waar dan mijn bierbar in zit, die wil ik wel exporten naar andere modules. En dan werkt die nog niet. Want dan staat er nog een andere error. Package domain is declared in module domain, but module application does not read it.
Wat wil dat eigenlijk zeggen? Ah, kijk. De domeinmodule export die package al wel. Maar onze applicatie leest dat niet. En je moet ook expliciet zeggen, ik wil een andere module lezen. Requires domain. Zo. En als alles goed is... Zie je nu dat het bierbar werkt al wel nu. Want bierbar is geëxport. Maar er mist nog iets. Namelijk mijn entity beer. Die moeten we ook nog kunnen exporten. En dat is gewoon hetzelfde. Hier toevoegen exports be.tomcalls.domain tot entity. Zo. Dus zowel deze package waar bierbar in zit, als mijn entity beer zit nu in mijn module. Als je dan hier gaat kijken, dan zie je dat die twee wel werken, maar dat die fake bierhelper, die dat ik niet wil dat mensen gebruiken, dat die nu altijd een compile error geeft. Ja, dat is redelijk gemakkelijk op te lossen, hè? Door de juiste klasse te gebruiken en niet een intern ding, werkt het nu wel terug. En deze import nog weghalen. Dus zo zie je eigenlijk dat je ook in jars bepaalde klassen kan ervoor zorgen dat die niet meer beschikbaar zijn. Dat is het eerste deel waarvoor dat Java-modulesysteem handig is, door die coupling service dat gemaakt wordt, de koppeling tussen uw applicatie en uw domein, die beperkt die al, want je kan niet zomaar aan alle publieke klassen aan. Dat is het eerste. Nu hebben we eigenlijk nog een probleem, want ik had daar straks laten zien, die new beer bar, daar zit een methode in dat ik eigenlijk niet buiten mijn domein wil exposen. Hier zit een sum method in. We hadden daarvoor gezien dat we daar een interface voor konden gaan gebruiken. Dus wat gaan we doen? In plaats van beerbar rechtstreeks te gebruiken, gaan we deze even renamen naar beerbar implementatie. En dan maken we een nieuwe. Zo. Dat gaat geen klasse zijn, maar een interface. Een interface heeft natuurlijk geen implementatie. En nu ga ik in mijn applicatie eigenlijk alleen maar afhankelijk zijn van de beer bar. De interface dus. Maar daar hebben we een beetje een probleem. Want beer bar is een interface. Hoe krijg ik... Nu in hemelsnaam een implementatie van die interface. Ik zie even een vraag. Als je maar één implementatie hebt van de interface, is het dan niet beter om gewoon de default access modifier te gebruiken, zodat toegang ongelimiteerd is? Ja, je hebt nu maar één implementatie, maar het kan zijn dat die in de toekomst ofwel totaal verandert, of dat je er toch meerdere gaat hebben dat je at runtime wilt inpluggen. Wat je bijvoorbeeld heel vaak ziet bij... bij Spring ook, is dat je hebt een interface, namelijk een manier om users op te slaan. Dan noemen ze meestal de user repository. Maar de implementatie kan oftewel in memory zijn voor testing, oftewel een echte database of ja, 30 verschillende soorten. Dus het is altijd gevaarlijk om toegang toe te laten tot een klasse, ook al heb je maar één implementatie, want je weet niet in de toekomst heb ik dan ook nog maar één implementatie en gaat dat zo blijven. Als je cross modules gaat, is het altijd beter om toch een interface te gebruiken. Ik zit dat hier nu wel te zeggen, het is beter om een interface te gebruiken, maar dat lost nog niet op dat we hier niet zomaar nieuw... Hier, ja, we kunnen nu nog nieuw beerbar implementatie doen, maar eigenlijk wil ik niet dat mijn applicatie weet hoe dat die beerbar gemaakt moet worden, die implementatie. Dus daar gaan we een aantal dingen voor doen. Oh, die implements die nog niet. Eigenlijk wil ik niet dat dit kan. Ik wil gewoon dat er een manier is om een nieuwe beerbar te hebben. En dat gaat ook met het Java modulesysteem. We moeten daar een aantal dingen voor doen. Zijn dat? Ik heb hier de interface beerbar. Die wil ik gaan gebruiken. En dan kan ik hier zeggen... In de modulebeschrijving kan ik zeggen
deze module heeft een beerbar. Dus provide beerbar with en dan de beerbar implementatie. Zo. Zoals dat we er net een export hadden om een package te exporteren en aan de andere kant een requires, is dat met die provides eigenlijk hetzelfde. Je hebt een provides aan de ene kant, provides beerbar with beer implementation, en dan om hier, oh, my bad. En aan de andere kant hier moet de module zeggen, I uses a beer bar. En deze module gaat nu geregistreerd worden als ik zoek een beerbar, en dan hebben we een loading mechanisme, een service loader, om ervoor te zorgen dat die een implementatie ergens kan vinden. En dat doen we. Zo. Ik ga dit even... Dat is niet zo relevant. We hebben een service loader. Load. En ik ga een beerbar nodig hebben. Dot class. Dot find first. Dot get. En op dit moment heb ik gewoon een bar terug. Beer list. Iterate. Sout. Beer. Dot get name. Even terug. En op deze manier kan ik eigenlijk een implementatie van een interface laden zonder dat mijn applicatie hier moet weten wat voor een implementatie dat dan net is. Wil ik dat nu opnieuw run? Het zou kunnen dat ik eerst nog opnieuw... Nee, voilà. Here we go. Blijft werken en ik heb alleen maar een interface. Wat voor voordeel heeft die interface nu? Weet je nog die andere methode dat hier stond? Die some method dat ik eigenlijk niet wou exposen, maar die toch om een of andere reden publiek moest blijven. Ja, die interface heeft die methode niet, dus ik kan die niet zomaar aanroepen nu. Dat is inderdaad een vorm van dependency injection of inversion of control. Eigenlijk vraag je aan ergens anders, geef mij een implementatie van die interface. Dus die service loader zit ingebakken in Java zelf. Dat wil zeggen dat je niet afhankelijk bent van een ander framework en dat je dus eigenlijk overal dit systeem zou kunnen gebruiken. Nu hebben we natuurlijk nog wel iets anders. We hebben hier die new beerbar implementatie nog. Ja, nog, maar eigenlijk wil je dat niet. Ik wil alleen van die interface afhankelijk zijn. Ja, hoe lossen we dit op? Laat ik even aan jullie. Hoe zorgen we ervoor dat die beerbar implementatie niet meer beschikbaar is voor de applicatie? Protected is met de access modifier spelen, maar dat zou ik eigenlijk liever niet doen. We hebben nu net nieuwe tooling gekregen, namelijk die module info, om een Java module te beschrijven, bijvoorbeeld deze hier, requires domain. We hebben ook nog een andere, dus wat zou ik hier kunnen veranderen om ervoor te zorgen dat die niet beschikbaar wordt, die beerbar implementation. Ja, de implementatie in een andere package zetten zou inderdaad gaan. Maar het is zelfs zo dat de interface hoeft niet per se geëxporteerd te worden, als ik het goed heb. Of net wel. Oké. Dus je hebt absoluut gelijk. Ik kan hier de implementatie in een andere interface zetten. Of je kan zeggen, ja, ik zet eigenlijk net liever mijn API... In een andere package. Zo, ik ga gewoon dat even doen. En dan hier, in plaats van het domein te exposen, expose je de entity en de API. En dan hier zie je dat mijn compiler onmiddellijk begint te klagen. Hey, deze zit in een package dat niet geëxport is. Wilt je dat exporten? Wij zeggen dan, nee, dat willen we niet, want we willen net dat die module netjes afgesloten blijft. Dus dit is eigenlijk het Java-modulesysteem. Het zorgt ervoor dat je eigenlijk
meer restrictieve modules kan maken en dat je ook iets vrijer bent in het gebruik van je access modifiers en toch bepaalde dingen naar de buitenwereld kan uitzetten. Java heeft dit nu gedaan voor een aantal classes en dat lijkt wel degelijk te werken voor hun ook, omdat ze nu bepaalde methodes en classes toch kunnen packagen als publiek, maar toch geen toch ervoor kunnen vermijden dat mensen bijvoorbeeld zo'n internal package gebruiken. Kan je met provides ook meerdere implementaties exposen? Ik weet niet of het gaat binnen dezelfde. Nou, we gaan dat gewoon eens proberen. Hè. Ik zal eens kijken. Beerboard 2. Oh nee, sorry. Het is Beerboard with Beerboard Impel 2. En dan klaagt hij. Want cannot reason. Heb ik iets fout getipt? Wel, ik heb iets fout getipt. Zegt die Beerboard. Ja, oké, waar klaagt hij over? Duplicates provides found. Ah, oké. Okay. Hij klaagt gewoon dat je ze op dezelfde lijn kan zetten. Nou, eens kijken hier. Deze werkte niet, dat hadden we laten zien. Service loader. Ik ga het even voor de duidelijkheid, ga ik hier... New beer. Tweede. Gewoon om te laten zien welke van de twee implementaties dat hij dan effectief gaat gebruiken. Zo, let's run it. Oh nee, not this again. Om een of andere reden heeft hij altijd zin om Kotlin toe te voegen. Was weer Kotlin. Ik heb toch net uitgezet. IntelliJ is gemaakt door dezelfde makers dat de Kotlin programmeertaal hebben uitgevonden en om een of andere reden is by default geactiveerd als je een Java-klasse open hebt, dat die gaat kijken of die gemakkelijk naar Kotlin kan omzetten. Wat dit niet de bedoeling is voor vandaag. Dang it. Tools Kotlin. Dat die Kotlin plugin terug aan. Ik snap het al. Ja, ik had vorige keer de Kotlin plugin uitgezet gewoon, omdat die anders te lastig doet. Werkt dit? Ja. Dat is handig. Werkt die nu dan, nu dat ik je Kotlin plugin heb uitgezet? Ja. Hij weigert mee te werken. Dat is interessant. Ik ga gewoon verder, want ik heb nog een ander voorbeeldproject. Het antwoord is ja, je kan er meer toevoegen. Wat hij hier doet is, obviously, ja, find first. Dus hij gaat de eerste implementatie maken. Want er is eigenlijk niks dat u tegenhoudt om... ik denk dat hij zelfs... niet find first, maar... Je hebt hier een iterator over, dus ik geloof zelfs als er een iterator is, kan je er gewoon over itereren. Dus dan laat hij ze allemaal. Hoe zou je in dit geval aangeven welke implementatie dat je moet hebben in het geval van een nieuwe instantie bijvoorbeeld? Dat is een beetje tricky. Wat je daar kan doen is op je interface... Ja, ik heb net de plugin van Kotlin uitgezet, maar om een of andere reden heeft hij die niet gepakt. Ah
ja, waarschijnlijk omdat ik hier nog een andere IntelliJ had openstaan. Yes. Ja, het is live, hè. Oh, ik haat live demo's. Twee weken geleden heb ik een andere sessie gegeven. Toen ging er echt alles perfect. Ik heb erover zitten opscheppen van, oh, demo's gingen perfect. Ja, tuurlijk. De volgende demo is kapot. Inderdaad, demo-effect. Echt hoor, wat was ik hier nu allemaal aan het doen? Ik zit even uitcommenten. Ik heb de plugin nu gedeinstalleerd. Ik kan het één keer proberen en dan hij is surrender. Het werkt! Fantastisch. Oké, het werkt. Dus, wat gaat hij hier doen? Ik ga even start. Beerboard tot get beer list. We gaan eens kijken hoeveel lessen dat we terugkrijgen. Dan zie je eigenlijk, ja, ik heb geen toString op beer toegevoegd, dus hij geeft zo'n lelijke objectreferentie. Maar je ziet in het ene zitten er twee, dat was Hertog Jan en Heineken, en in de andere zit de tweede. Dus hij gaat die nu alle twee afdrukken. Kan je nu kiezen welke instantie dat is? Nee, dat weet je eigenlijk niet. Je hebt geen qualifier zoals in Spring, bij mijn weten. Wat je wel kan doen is op je interface hier iets zetten als boolean is good of zo. En dan kan je hier wel zeggen bij het ene ja, bij het andere nee. Dus de tweede is goed, de andere is return false. Laat true, false. Dan kan je hier wel zelf eerst checken if beerboard.isgood dan het afdrukken. Dat is wel een manier waarop je er rond kan werken over welke instantie je effectief krijgt. Maar in principe kan het perfect valide zijn om ze allemaal te laden en te gebruiken. Bijvoorbeeld, je wilt... ik zou terug op mijn voorbeeld van mijn fietsjes komen. Dus ik heb een fiets geleend. Er wordt een event gestuurd naar het domein van hey, ik wil gewaarschuwd worden dat ik een fietsje eruit heb genomen, succesvol. Dan kan het zijn dat die zowel een e-mail stuurt als ergens in een ander systeem iets gaat doen. En dat kunnen twee verschillende implementaties zijn. Dus het kan zijn als ik nu, als mij niet uitmaakt of dat ik een goed biertje wil of een slecht biertje, dat ik ze gewoon eigenlijk alle twee te samen zou nemen. En dan gewoon beerboard tot en dan alles zo samenvoeg. Maar bij het aanmaken van nieuwe instanties zou het niet lukken. Is het dan aangeraden om geen nieuw te gebruiken buiten het domeinmodel module? Ja, je wil eigenlijk dat je koppeling tussen je applicatie en je domeinmodel zo minimaal mogelijk is. Omdat er dan ook zo minimaal dingen kunnen fout lopen. Bijvoorbeeld, als jij nu hier toch nieuw peer implementation zou zetten. En ik wil die weggooien uit mijn domein. Maar de applicatie gebruikt die wel. Dan zit je eigenlijk in de knoop. Want ik kan die niet weggooien, want ik heb die ooit public gemaakt. Dus het kan zijn dat mensen die gebruiken. Dus dan wordt het vrij interessant om die ooit nog weggegooid te krijgen. En dat is waarom dat Java ook een beetje een knoeiboel is geworden met die backwards compatibility. Die blijft hangen. Dus ik stel voor dat we even een korte recap doen. Mijn slides te vinden. Demo heb ik net gedaan. Dus wat heb je eigenlijk allemaal nodig voor dat Java modulesysteem te activeren? Je hebt een module info.java. Dat is waar dat die requires en zo in staat. Het ziet er zo uit. Je hebt altijd een dubbele handshake. Je hebt aan de ene kant jouw module exporteert packages, dus expliciet kleine mapjes waar dat code in zit. Maar aan de andere kant kan je alleen maar een andere module requiren. Dus er zit een niveauverschil in. Aan de ene kant exporteer je packages, aan de andere kant require je een volledige module. En er is iets nieuws. Ik weet niet of jullie al ooit gehoord hebben van het klaspad, maar eigenlijk... Wacht, ik zie iets te veel vragen, bla bla bla. Vraag, hoe zou je variabelen mee gaan geven aan de constructor van Beerboard, dat
zou je via configuratie properties eventueel kunnen doen. Ga niet via de service loader alleszins. Normaal gezien laat je het domein dan bepalen hoe dat het object gemaakt wordt. De peerbar implementatie. Dat is niet meer de verantwoordelijkheid van de applicatie hoe die gemaakt gaat worden. André Fink had ook nog een vraag. Als je geen module info Java hebt, wat gebeurt er dan? Is het dan hetzelfde als Java 8? Ja. Heel simpel. Als je geen Java module gebruikt, dan geen module info hebt, dan wordt heel dat ding niet geactiveerd en dan moet je dat ook allemaal niet gebruiken. Maar het heeft wel degelijk voordelen om bepaalde dingen van je Java-module te gaan beperken. Er is al heel lang iets in Java wat het klaspad noemt. En het klaspad is eigenlijk de plaats waar alle jars, alle klasses opgegooid worden. Dus als je een applicatie runt, alles wat dat die applicatie nodig heeft, alle jars, worden daarop geplaatst. Dat heeft een heel aantal problemen, het klaspad. De meer ervaren Java-developers hebben daar allemaal wel een horrorverhaal over. En ze hebben nu gedacht, ja, met het Java-modulesysteem gaan we iets nieuws uitvinden, dat is het modulepad. En daar gaan we een paar extra regels instellen. Want op het klaspad is het perfect mogelijk dat meerdere jars dezelfde package dezelfde package naam hebben. Bijvoorbeeld, ik kan een logging package hebben en die kan uit 5 verschillende jars komen. Wat dat super verwarrend is, want je weet uiteindelijk niet meer welke jar is dat nu effectief aan het gebruiken. Daar zaten tamelijk veel problemen in. Dus wat hebben ze gezegd? Weet je, we hebben iets nieuw, modules. We gaan een nieuw modulepad maken en we gaan de regels daarvoor verstrengen. Wat hebben ze gezegd? Geen circulaire dependencies. Wat wil dat zeggen als... zitten hier, circulaire dependencies. Het is dus niet mogelijk dat mijn applicatie op mijn domein afhankelijk is en mijn domein ook nog iets van mijn applicatie. Dat gaat met het Java-modulesysteem niet en dat is ook niet iets wat je zou willen als je een mooie architectuur wilt opzetten. Ook split packages zijn verboden. Dat is dat meerdere modules dezelfde packages zouden exporten. Dus dat is waarom dat ik in mijn voorbeeldje hier... Hier heb ik expliciet... BE Tom Cole's application genomen en BE Tom Cole's domein. Dus als ik deze alle twee naar... even zou renemen. Deze naar application renemen. Deze export die, en als ik nu hier ook zou zeggen, exports BE Tom Cole's application. Dan gaat die at runtime dikke problemen geven als ik die twee tegelijk probeer te laden. Ik ben benieuwd wat dat effectief hier gaat doen. Ja. Layer instantiation exception package BE Tom Cole's application in both module application en module domain. Dus dat zorgt ervoor dat je expliciet andere namen moet geven aan je packages dat binnen uw module zitten, als je ze ook gaat exporten. Zolang ik ze niet export, is er eigenlijk geen probleem. Wat dat ook een mooi voordeel is van het modulesysteem. Je hebt ook nog zoiets dat transitieve dependencies zijn, dat heb ik nu nog niet laten zien. Maar als je een applicatiemodule hebt, hier links, en die required een Java SQ-module. En die zegt requires transitive. Dat wil zeggen dat deze applicatie ook aan deze twee klassen, deze twee modules gaat kunnen. Omdat die sowieso gewoon nodig zijn om te doen. Dus je kan ook transitive dependencies instellen. Dependency injection hebben we ook kort laten zien. Dat is met exposing on API. Depend on an interface, not an implementation. We hebben gezien dat door op van een interface afhankelijk te zijn, dat je eigenlijk de koppeling tussen jouw verschillende onderdelen van je applicatie kleiner maakt, waardoor dat veiliger is om later dingen opnieuw weg te gooien. En dat werkt met die provides with en aan de andere kant de uses keywords. Wat heb ik nu nodig om dat te laten werken? Oftewel een no-argument constructor, oftewel een provides method. En ik heb die no-argument constructor wel laten zien. Terugdraaien, dus ik ga deze even refactoren. Ja.
Dus om zo'n implementatie te maken, die heeft geen constructor, dus die werkt automatisch. Maar wat ik ook kan doen, is een public static beer bar implementatie maken. Provider. En hier kan ik eigenlijk een nieuw beer bar maken. Met iets in de constructor. Wauw, dat is echt een lelijke variabelnaam. En nu kan ik hier wel private something. You get the gist, I guess. Dus op deze manier kan ik wel dingen meegeven aan mijn constructor hier. En dit kan het modulesysteem ook oppakken. Dus oftewel geen args constructor, oftewel een provider methode. Eén van die twee. Nu, backwards compatibility, daar moeten we het toch even over hebben. Zoals André al vroeg en ook al geantwoord heb. Als je geen module info Java hebt, wat gebeurt er dan? Dan gebeurt er niks met het modulesysteem en blijft alles werken. Nu de omgekeerde vraag misschien. Wat gaat er nu gebeuren als ik jars en bestaande applicatiecode toch op het modulepad ga zetten? Of toch met Java modules wil gebruiken? Er is iets en dat noemen ze de unnamed module. Topnaam voor een module natuurlijk, de unnamed module. Wat is dat? Alles wat op het klaspad gegooid wordt, dus de klassieke locatie waar heel veel jars en classes gewoon gedumpt werden, belandt allemaal in een unnamed module, heeft geen naam. Dat export alle packages, dus die export statements die ik daar straks liet zien, die gaat die gewoon op alle packages dat erin zitten, gaat die gewoon openzetten. En die required ook alle andere modules. Dus eigenlijk zorgt deze methode ervoor dat als je oude klassen hebt, dus oude jar files, en je zet die op het klaspad, of gewoon classes, dat alles nog wel blijft werken. Zoals het ervoor werkte. Maar er is een probleem, want die unnamed module is niet leesbaar voor modules dat wel een naam hebben. Dus de naam dat we er juist... die twee modules die we er juist gemaakt hebben, die kunnen niet aan die unnamed modules. Dus dat is een beetje een probleem, want je wilt nog altijd aan die modules aangeraken. Er is nog een andere oplossing voor. Als je die jar files op het modulepad gooit in plaats van het classpad, dat is eigenlijk een andere locatie, dan wordt dat een automatische module. Die kan van die unnamed module lezen, die required ook alle modules en die export ook alle packages. Maar jar files, ik denk dat ik hier een aantal heb staan, hier bijvoorbeeld. Oeh, dat is wel een beetje klein. Niet dat jullie het kunnen lezen, maar hier staat javafx-base-14.jar. Dat is niet echt een mooie modulenaam. Dus wat gaan ze daarmee doen? Als ze een automatische modulenaam maken, ze gaan dat gewoon afleiden. Dus als je een jar-naam hebt waar dat Java-klassen in zitten, Spring Core 5.2 0 release jar, dan wordt dat requires Spring Core. Dus dit is dan de modulenaam die automatisch gegenereerd wordt. En je kan die modulenaam ook nog aanpassen als je zelf files hebt, maar dat is misschien een beetje out of scope. Wat kennen jullie van reflectie trouwens? Van reflection? Niemand reflectie ooit al mee gehoord? Maar ook nee antwoorden hoor, dat is absoluut geen probleem. Ik zie wel weinig interactie, er zitten 70 mensen in de chat, maar een aantal mensen kennen reflectie. Goed, wat is reflectie? Dat is eigenlijk een beetje rondhacken, om het zo te zeggen. Heel simpel gezegd ga je met reflectie heel veel dingen. Je kan classes aanmaken, je kan een publieke methode, kan je bijvoorbeeld... Nee, dat is een slecht voorbeeld, dat ga je nooit doen. Je kan een private methode, kan je bijvoorbeeld publiek maken. Door de hulp van reflectie. Het zijn fantastische voorbeelden van hoe je daar waanzinnig veel stuk mee kan maken. En het Spring Framework gebruikt heel veel reflectie. Heel veel. Bijvoorbeeld elke annotatie dat je bijna in Spring zet, zo add auto-wired, add request controller, add rest controller of add request mapping, sorry. Gebruikt allemaal reflectie. En reflectie is een beetje een heel vuile manier om met klasses om te gaan. En eigenlijk wil je dat niet. Want reflectie is nog zo'n manier waarop dat mensen met jouw klasse
iets gaan doen wat eigenlijk niet de bedoeling is en waardoor dat misschien ook lastig wordt om later te refactoren. Dus wat hebben ze nu gedaan? In modules geen reflectie meer. Reflectie werkt niet, behalve als jij als eigenaar van de module expliciet zegt, ah wel, deze package, daar mag je reflective access in gebruiken. En je kan zelfs zeggen, hey, ik wil alleen maar dat deze package reflectieve access heeft van een andere package. De laatste dat kan, dat is eigenlijk niet zo netjes, omdat je dan een dubbele richting hebt van afhankelijkheden. Nu, aangezien dat Spring dat heel vaak gebruikt, kan je al raden dat het gebruik van modules niet leuk is met Spring. Want Spring gebruikt heel veel reflectie, maar die modules houden reflectie tegen. Dus hoe gaat mijn code nu nog werken als ik met reflectie werk? Er zijn twee oplossingen. Oftewel, neem je dit onderste wat hier staat. Hier. Open uw packages naar de Spring module. Die daar, zoals je een paar slides geleden hebt gezien, hier een automatische naam krijgt. Dus dat kan je. Wat je ook kan doen, is gewoon zeggen, weet je wat, laat reflectieve access gewoon toe en ik zet het hier vooraan op mijn module. En dat wil zeggen dat eigenlijk mijn module, deze mymodule.xml, daar mag je gewoon reflectie gebruiken zoveel je wil. Dat is meestal wat de meeste mensen doen als ze Spring gebruiken, het gewoon opgeven en zeggen, ja, kom, hier, geef maar toegang tot alles. Maar dat houdt wel een zeker risico op. Hoe plaats je een jar op het modulepad in plaats van het classpad? Dat zijn nu nieuwe Java commando's. Kan je misschien kort wel even laten zien? Dus je hebt Java. Even nadenken hoor. Ik ga even helpen. Zie je eigenlijk? Java is uw manier om jars en zo te runnen. Jullie krijgen inderdaad een kopie van de slides en presentatie. Ik heb een heel mooie website voorzien ervoor. Dan zie je eigenlijk dat er hier met streepje CP kan je hierachter zetten welke jars of classes dat je op het classpad wil toevoegen. En de P is het modulepad. Dus zo kan je eigenlijk op twee verschillende plaatsen iets toevoegen in het classpad of modulepad. Maar de meeste IDE's zoals IntelliJ doen dat automatisch goed voor u. Het wordt automatisch op het modulepad gezet als hij zo'n module info heeft gevonden en anders wordt het op het classpad gezet. Dus eigenlijk moet je daar niet druk in maken. Dus hoe ziet de visibility er nu uit? Default heb je geen access, zowel compile niet als reflection niet. Als je export gebruikt, kan je wel aan bepaalde klassen aan, maar kan je die niet met reflectieve access doen. En anders met opens kan je bijvoorbeeld alleen maar reflectieve access hebben, maar niet aan de klasse kunnen. Dus het is mogelijk om een combinatie te doen of gewoon geen. Dan gaan we dat even samenvoegen. Nog 10 minuten. We hebben een stukje clean architecture gezien. Zijn alle dependencies wijzen naar binnen. En een stukje Java module systeem. Dus hoe komt dat nu eigenlijk samen? Wat zijn nu de voordelen van het gebruik van modules? Heel sterke encapsulatie. Je hebt heel veel controle over wat kunnen mensen doen als ze uw klasse te pakken krijgen. Kunnen ze alleen een interface gebruiken of kunnen ze echt naar alle details van alle packages gaan kijken? Het beschermt u tegen deep reflection. Behalve als je het open keyword gebruikt natuurlijk. Je moet heel expliciet lijsten welke dependencies dat jouw module heeft op een andere dat jouw module heeft op een andere module. Wat daar heel handig is, vooral als lead developer of zo, om heel goed te zien, zit de structuur van mijn code wel goed in elkaar? Kloppen deze dependency referenties naar elkaar wel? Het coole is ook, als de applicatie opstart met die modules, kan er eigenlijk vooraf al gekeken worden, heb ik al mijn dependencies hier staan? Dus terwijl de applicatie opstart, als er een module mist, gaat Java gewoon zeggen, hey, ik mis deze module, ik kan niet opstarten. Als je dat vergelijkt met het klaspad, kan het wel eens zijn dat je applicatie opstart en dan als een gebruiker ergens iets invult en op enter duwt en dan gaat naar je systeem, dat ineens knal zegt, want er bestaat iets niet. Dus dat is wel een heel groot voordeel. En die laten ook alleen maar modules die dat echt gebruikt zijn. Dus ik heb daar een tekeningetje voor moeten maken, want ik vond dat zelf heel, heel fancy. Ja.
Dat is een plant-UML-file, oftewel een PUML-file. Topnaam in Nederlands-Dutch. Dit zijn allemaal modules die ik op mijn modulepad gooi. Wat gaat Java nu doen als hij opstart? Hij gaat kijken, ik start hier met mijn startermodule. En ik ga kijken welke andere modules heeft hij effectief nodig. Bijvoorbeeld, MyStarter heeft een core module. Die core gebruikt de inframodule en die gebruiken Java Base. Dan gaat hij alleen deze modules inladen. Je mag heel veel andere rommel gewoon mee op dat modulepad gooien. Die gaat hij niet inladen. Want er is nergens vanuit die root module een manier om, wel een vraag om die module in te laden. Dus dat zorgt er ook voor dat er at runtime veel minder wordt ingeladen, want als je dingen op het klaspad gooit, heeft Java eigenlijk geen andere keuze dan alles wat op dat klaspad staat op te pakken, stukje in memory te laden en verder te gaan. Oh. En je kan ook dependency injection gebruiken met die service loader. Dus dat zijn wel een heel aantal voordelen voor het gebruik van modules. Die standaard in Java zit. Ik weet dat je het allemaal met andere frameworks kan doen en zo, maar so be it. Dit is tenminste alleen met Java. En dan ben je niet afhankelijk van een framework, wat dat ook heel belangrijk is om je afhankelijkheid van frameworks zo minimaal mogelijk te houden. Wat is deze clean architecture in Java? Die drie principes, dus expliciete aparte onderdelen, application, domain, infrastructure. Sommigen geven nog meerdere lagen en zo, maar dit is echt de simpelste vorm van clean architecture dat ik kon vinden. We gaan onze randen gaan we afscheiden met interfaces. Dus dat hebben we daar straks gezien met die beer bar en die implementatie. Eigenlijk kon applicatie alleen maar aan die beer bar aan en niet aan de implementatie. En alle dependencies point inward, wat wil zeggen dat je eigenlijk dit krijgt. Dat is het plaatje dat ik daar straks heb laten zien, maar nu hebben we het ook in code gezien. Dus we hadden een applicatie, die is afhankelijk van alleen maar een beer bar interface. Die beer bar interface heeft hieronder een beer bar, die dat dan potentieel hier nog een heel stukje database en zo heeft, waar hij afhankelijk is van een interface en de implementatie ervan zit in uw infrastructure. Dus hoe ziet dat totaalplaatje er dan uit? Je hebt op de applicatiekant één of meerdere modules. Uw domein kan ook uit meerdere modules bestaan. En uw infrastructuur bestaat ook uit één of meerdere modules. Het domein heeft API-objecten en domeinobjecten. En alleen die worden geëxport door uw module. En dan gebruik je de service loader om daar implementaties van te krijgen. En op die manier weet uw domein niks van welke applicatie is of hoe dat die applicatie eruit ziet ofzovoort. En aan de andere kant weet uw domein ook niet hoe het wordt opgeslagen. Want voor uw domein is het eigenlijk niet relevant waar het wordt opgeslagen of hoe het net in elkaar zit. Ik heb daar nog een iets grotere demo voor, maar ik zie dat het al tijd is, quasi. Even kijken, nog kan laten zien. Ik ga even in een groter voorbeeld laten zien nog, en dan ga ik afronden. Dus ik heb hier een project gemaakt, staat ook op GitHub trouwens, waar ik verschillende applicatiecomponenten heb. App console, simple, app console, app desktop, Java FX en app web Spring. Dat zijn mijn applicatieonderdelen, dus helemaal links. Dan heb ik een core, dat is echt mijn domein. En dan heb ik ook nog verschillende manieren om persistence te hebben, dus om dingen op te slaan. Hier heb ik bijvoorbeeld een in-memory beer repository. En dit is nu een manier om beer op te slaan, maar je ziet al, als ik mijn applicatie afsluit, deze in-memory beer repository is gewoon een ArrayList, dan is alles weg. Maar omdat mijn domein eigenlijk niet weet wat voor een implementatie ik heb, kan ik dat heel gemakkelijk uitwisselen met bijvoorbeeld een Spring implementatie die wel naar een echte database gaat. Aan de andere kant, aangezien ik hier in core alleen een beer bar expose, deze had ik al iets meer uitgewerkt, maakt het mij ook weinig uit wat voor applicatie dat er aangekoppeld wordt, want zolang dat die applicatie maar alleen die interface gebruikt, dan blijft het werken. Dus ik kan hier een desktop applicatie maken die met Java FX werkt. Ik heb hier een simpele console applicatie. En ik heb hier nog één projectje dat alles samenbundelt. En ik weet niet welke dat nu geactiveerd is. Dit is de Java FX variant. Dan kan ik met de console eens kijken.
Die hebben allemaal een andere klasse. Hop. Staat hier nu. Java min p. P is het modulepad. Dump daar maar alles op wat in bundler target module staat. Daar gooi ik. Ik heb het zo ingesteld dat hij alle jars daarop gaat gooien. Die staan hier links. Dus die ga je allemaal op het modulepad laden. En dan moet ik een startermodule aangeven. Dat is die root module. En dat is mijn FX, Java FX starter. Oh. Does not export. Ik heb het kapot gemaakt. Maar het is echt het demo effect vandaag. Oké. Okay. New legal access because app desktop Java export does not export PE Tom Coles Java mod app Java FX. App Java FX. Jawel toch? PE Tom Coles Java mod app Java FX. Oké, okay, het is echt het demo effect tot en met vandaag. Ik ga afronden dan, want ik zie dat het tijd is. Ik ga even doorgaan in mijn slides. Oké, dus nog even dus afronden. Dus waarom zou je Clean Architecture gebruiken? Het is echt... De kern van uw systeem is echt de kern. Ook op architectuurplaatjes zie je dat netjes al uw code dat essentieel is voor uw businesslogica in het midden staat. Je hebt eigenlijk in uw core geen dependency op frameworks. Daar zit niks van Spring in. Er zit niks van database access in. Dat is echt puur Java. Wat het ook heel portable maakt, zodat je later gemakkelijk frameworks zou kunnen uitwisselen. En je kan het ook heel gemakkelijk testen, want je kan er gemakkelijk een in-memory versie aanhangen, of je kan in plaats van een applicatie een testrunner gebruiken om te runnen. Is het voor u? Wel, dat hangt er een beetje vanaf hoe groot uw applicatie is. Als je een heel kleine applicatie hebt, is het gewoon soms gemakkelijker om alles door te gooien in plaats van toch die clean architecture te gebruiken. Wat ik wel merk is dat op lange termijn de meeste applicaties hier wel baat bij zouden hebben als ze wat groter worden. Het probleem is, ik zeg nu ook expliciet, zolang je applicatie klein is, is het geen probleem. Maar hoe lang je applicatie klein blijft, is moeilijk in te schatten. En het is moeilijk om het dan terug om te draaien naar een cleanere architecture. Het is wel inderdaad gemakkelijker om werk te compartmentaliseren. Dat je eigenlijk kleine stukjes kan gaan opleveren. En als ooit je framework moet veranderen, dan is het wel een heel stuk gemakkelijker dat op zijn minst je businesslogica op een vaste plaats zit. Eigenlijk draait het vooral om commitment. Als je als consultant zegt, ik ga Spring gebruiken, besef dan dat je zowel voor het bedrijf als voor het project een commitment aangaat, dat je Spring gaat blijven updaten en blijven onderhouden. Want als je dat niet doet, dan loop je hopeloos achter en uiteindelijk kom je op issues dat je niet meer kan oplossen door Spring te gebruiken, of je moet bijna alles herschrijven. Eigenlijk vermindert clean architecture een beetje de commitment dat je moet hebben voor bepaalde frameworks, door ze net uit elkaar te trekken. Waarom zou je nu dat modulesysteem gebruiken? Ja, het zit erin, in Java, dus het is geen apart framework. En het is wel dat al die voordelen die ik daar straks had laten zien. Is het voor jou? Ja, opnieuw, als je een vrij kleine applicatie hebt, zijn die modules misschien niet noodzakelijk. Maar op langere termijn zie ik wel dat... meer en meer baat bij hebt om net zo'n modules te gaan opbouwen. Nu, ik hoor heel vaak mensen zeggen, ja, maar ik gebruik microservices. Die zijn al klein, heb ik dit dan nog nodig? Nee, ik geloof niet dat als je microservices doet, dat je echt modules gaat nodig hebben. Wat ik wel zie, is dat meer en meer mensen aan het weg-evolueren zijn van deze microservices en terug meer aan het nadenken zijn over modulaire monolithen. En monolithen hebben een heel slechte bijklank gekregen in de afgelopen jaren. Dat is oud, lomp, werkt niet zo goed. Maar als je een modulaire monolith, als je echt je systeem heel modulair kunt opbouwen, vermijd je eigenlijk veel van de issues die
microservices hebben, zoals veel HTTP-traffic, allemaal een andere database, potentieel allemaal een andere programmeertaal. En ik denk, ik zie heel veel dingen in onze industrie hier meer naar modulaire monolithen evolueren terug. Dus wat ik met dit praatje vooral wil aangeven is, denk er goed over na. Dit is een optie. Misschien is het voor jou en denk je, oh, heel handig om dingen af te zonderen. Misschien is het niet voor jou. Waar ik niet aan toe ben gekomen, omdat ik iets te veel problemen had met mijn laptop en demo's en zo, is ik heb in mijn slide deck een heleboel voorbeelden van mogelijke problemen die kunnen optreden als je het Java modulsysteem zou gaan gebruiken. Omdat er een aantal dingen niet heel duidelijk zijn. En ik heb ook een website. Elke keer als ik een talk geef, maak ik van die talk een pagina. Die link zal Guido nog wel doorsturen via mail. Dat staat daarop. Beetje informatie. De slides als PDF. Codevoorbeelden, namelijk degene die ik probeerde te maken nu. En ook een veel complexer voorbeeld met Lombok Spring en hoe je dat op een clean architecture manier kan opbouwen. Een cheat sheet, waarin eigenlijk alle commando's staan dat je gaat nodig hebben. Waar is het klaspad? Wat is het modulepad? Ja, eigenlijk nog een paar meer hackerige dingen dat hieronder staan. En een paar andere referenties waar je meer kan leren over dingen modulair opbouwen. Zo, dat was het dan. Ik ging niet zo vlot als ik gehoopt heb. Ik weet niet of er nog vragen zijn. Maar bij deze wil ik even jullie officieel bedanken voor aanwezig te zijn. En dan laat ik het woord graag nog aan Guido, denk ik. Die een heel populaire jongen is, zo te horen. Kijk, het blijft maar door. Het blijft nu reageren, Tom. Ja. Zoals je hoort, misschien ook wel op de achtergrond, mijn telefoon die ook veel meldingen ineens geeft. Dank, die letterlijk binnenstromen. Dat zegt denk ik echt iets over wat men van de 6 ronden. Want namelijk, dat is een van mijn vragen. Alsjeblieft inderdaad een reactie willen geven van deze sessie of gedurende dit moment om toch aan te geven zeg maar wat je van de sessie vond. Zoals Tom inderdaad al aangaf, even een stilstaan natuurlijk allereerst bij het bedanken van Tom zelf voor het verzorgen van deze sessie. Jullie voor je deelname. Het is toch altijd weer leuk om te zien dat ze te nemen om hun kennis op peil te houden en in te checken zeg maar bij dit soort seminars of webinars, want het zijn, alles gaat online natuurlijk. Die eerste reacties, daar hoef ik niet meer te vragen, dat was eigenlijk mijn puntje 2 op mijn lijstje, maar die stromen vanzelf binnen. Zoals Tom aangaf, en hij geeft zelf natuurlijk ook al zie je in de laatste slide weer waar je hem kan vinden, hè? Dus de link naar zijn GitHub, maar ook zijn eigen website met daarin extra informatie over deze sessie. Wij zullen in ieder geval ook jullie nog een e-mail sturen met die link. En als het goed is, ontvangen jullie ook één deze dagen wel een link naar de eventuele opname. Die nog even verwerkt moet worden en dan op YouTube wordt geplaatst via een beschermde link. Dus dat voor nu. Je kan je nog inschrijven natuurlijk ook voor een tweetal andere sessies. Op 24 april en 28 april. De een gaat inderdaad over microservices met een mesh, met een service mesh. En die andere is ook gericht op microservices. Kijk of het je past en of je het interessant vindt. Tot slot, en dat, voor degenen die mij al één keer eerder hebben gezien afgelopen maandag, maak ik van deze gelegenheid ook graag gebruik om toch even stil te staan bij de inhoudsdag die wij organiseren. Natuurlijk niet op een traditionele manier, want elkaar ontmoeten is lastig. Maar we hebben daarin bedacht dat we een home edition eigenlijk gaan doen. Dat is op 27 mei. Ik zal zo meteen in de chat nog even die link toesturen. Maar je vindt het hoe dan ook op onze carrière-site. En ik wil toch nog even één keer expliciet benoemen. Ik vind het geweldig hoe Tom dit soort sessies geeft. Ik heb hem nu een paar keer gehoord. En wat hij niet noemde, maar wat hij in de eerdere sessie in de andere lectie wel benoemd, is dat hij ook een lerarenachtergrond, in ieder geval opleiding heeft tot docent. En ik vermoed dat het iets te maken heeft ook wel met de kwaliteit van spreken, die ik toch iedere keer weer terugzie. En ik blijf altijd heel geboeid naar hem luisteren. Ik hoop dat het voor jullie ook geldt. Reacties heb ik het idee dat dat wel goed zit.
Nogmaals dank. En hopelijk tot een volgende lockdown lecture. Tom, ik weet niet, blijf jij nog even in de lucht voor eventuele vragen? Ja, absoluut, absoluut. Ja, top. Nou, maak daar gebruik van als je dat wil. En voor nu een hele fijne avond. Ja, fijne avond allemaal. Ik blijf nog even, als je nog iets van vragen wil stellen, of zo, stel ik voor dat je even in chat zegt, ik wil iets vragen, en dan mag je gewoon unmuten of je mag je vraag gewoon stellen in de chat zelf.